Like deze video sneller dan dat ik een speciaal huis kies. Oké, daar gaan we. Dit is het laboratoriumhuis. En wat dit huis zo speciaal maakt, we gaan hier naar beneden, hier naar binnen. En hier ga ik mijzelf klonen. Als het goed is, moet ik hier gaan liggen. Dan druk ik op deze knop. Dan druk ik op deze knop. Dan draai ik om, druk ik hier. Oh nee. En nog een keer hier. Oh, moet je kijken, er is water. Maar dan heb ik mezelf toch niet gekloond. Oh my gosh. Hoe gaaf is dat? Ik heb mezelf gekloond. We lijken sprekend op elkaar. Alleen ik ben iets knapper. Ik ben geband door mezelf. Maar het volgende geheim heeft daar alles mee te maken. Want als je geband bent, dan kan je niet naar binnen. Maar als je naar de props gaat en je gaat dan naar de gaming setup. Eens even kijken of dit werkt. Als het goed is en je zet die neer en je gaat erin zitten. Oh my gosh. Ik zit een soort van in het gebande huis. Maar niet helemaal. Dat is waar. Want als ik spring, ben ik er weer uit. Nog iets interessants. Er is een update toegevoegd die zo klein is dat bijna niemand hem heeft gezien. En wij gaan er naartoe in de kleinste auto ever. Die maak ik eerst even groen. En we kunnen ook toeteren. Meestal als er een update wordt toegevoegd, dan valt dat best wel op. Een nieuwe auto, een nieuw huis, een nieuwe taco. Maar deze update is een stukje kleiner. Er is namelijk een kleine haven toegevoegd om je boten aan vast te leggen. Normaal gesproken als je hier naartoe ging, had je alleen maar water. En ze hebben ook dit toegevoegd, een plekje waar je lekker kan chillen. Maar belangrijk om te onthouden, als je een boot wil spannen, ga dan aan het einde staan als je dat doet. Perfect. Want stel voor, je staat hier en je spant een boot. Ja, daar kan je er niet in varen. Sterker nog, als we nu de haai op deze plek spannen, dat is dan de eerste keer dat we hem helemaal boven water kunnen zien. En het mooie is, het is nu een groene haai. Snotjes haai! Maar het interessante is, ze hebben niet alleen een haven toegevoegd bij deze kant van de map, want ook tegenover hebben ze er eentje toegevoegd. En als je dan voorbij Lake Madison fietst, dan is er ook hier een toegevoegd. En oh ja, ook een parkeerplaats, die is nieuw. En laten we eerlijk zijn, het is een kleine update, maar wel een hele handige update. Zolang je maar op de juiste plek staat. Maar bij dezezelfde mini-update is ook de brandweer geüpdate. Er staat nu een logo op de kazerne. En dat is niet het enige. Als we naar beneden gaan, hebben we hier de normale brandweerwagen, maar ze hebben nu ook een brandweerauto. En ja, als je daarin gaat zitten, kan je ook daar de sirene aandoen. Echt super nice. Wacht eens. Top. Sinds wanneer werk jij bij de brandweer? Nou, moet je opletten. Oh nee, ik vertrouw dit niet. Ja. Ik hoef niet meer te douchen vandaag. Dat brengt mij wel gelijk bij het volgende geheim. Dat ik van taco's hou! Dat is geen geheim, Bob. Bob die heeft de slang vast. Maar als wij hier naartoe lopen en we drukken er ook op, dan is er nog een slang. Ah, perfect! Ik heb al 2 weken niet gedoucht. Dat hoef ik niet te weten. Best wel een leuke update als je het mij vraagt. Nog een leuk geheim is boven de arcade. Daar heb je natuurlijk de verjaardagzaal. Maar als je wil, kan je die ook veranderen in de ontbijtzaal. En naast dat die er supergezellig uitziet, heb je ook een geheime plek. Moet je opletten. Oh. En hier kan je je dan perfect verstoppen. Als iemand je zoekt bijvoorbeeld. Job, waar ben je? Ik heb een verrassing voor je. Bijvoorbeeld. Zoals jullie misschien weten. Als jij hierop drukt. En je drukt dan op het poppetje met het blauwe shirtje. Dan heb je hier verschillende animaties. Zoals bijvoorbeeld die van de zombie. Ziet er best wel eng uit. Of wat dacht je van de clown. Ziet er best wel grappig uit. Maar ik heb er net eentje gekocht. Die is echt bizar. Ik heb hem hier opgeslagen onder nieuwe animatie. Moet je opletten. Het lopen ziet er niet zo gek uit. Maar het springen. Oh my gosh. Elke keer als je springt, maak je een aantal salto's. En dat is niet het enige, want moet je kijken hoe je klimt. Moet je kijken, we zweven gewoon in de lucht met deze animatie. En het zwemmen. Oh my gosh, dat ziet er grappig uit. Ik lijk wel een vis. En als je dan besluit niet te zwemmen, dan blijf je op deze manier lekker in het water dobberen. Zwemfeestje! Ik vind hem wel echt heel leuk. Zo, moet je kijken. Maar wat als we nu dit doen? Ja, dan werkt het nog steeds. Hoeveel salto's hebben we wel meegemaakt? De volgende plek waar we naartoe gaan is het winkelcentrum. Daar is namelijk van alles te doen. Maar nog beter, er is een geheime plek. Alles wat je daarvoor doet is je zet een matras hier tegen de muur. En als je er dan in gaat zitten. Oh my gosh, is dit waar de kerstman zijn cadeautjes bewaart voor aankomend kerst? Dat is best wel cool. Wacht, kunnen we een cadeautje pakken? Jazeker. Nog een interessant soort van geheim is dit huisje hier. Meestal als je een zwembad bij je huis wil in Broekhaven, dan moet het al vaak een VIP-huis zijn. Dit huis is niet VIP, maar eigenlijk krijg je er gewoon een zwembad bij. Ja, het is niet echt een zwembad. Het is eigenlijk gewoon een riviertje wat om het huis heen loopt. Maar je kunt het wel perfect als zwembad gebruiken. En dat is niet alles. Want als je jezelf klaar
klein maakt, dan kan je je perfect verstoppen hier in de paal van het huis. Job, ik heb een verrassing voor je! En dat is handig soms. En daarnaast is het huis ook nog eens super gezellig. Je kunt hier bijvoorbeeld naar boven. Dan heb je hier twee grote bedden. Natuurlijk heb je ook een kluis met Robux. Maar we doen dit huis weer eventjes weg. Want als we namelijk naar de avatar editor gaan en we voeren daar deze code in, moet je opletten, dan hebben wij een achtbaankarretje om ons heen. En de lichtjes die werken echt. En waarom ik dit wil laten zien... Je bent niet van me af hoor. En waarom ik dit wil laten zien is omdat er mensen zijn die denken dat er binnenkort een pretpark wordt toegevoegd in Brookhaven. Dat is een goed idee. En over een idee gesproken, als wij deze code invoeren, dan krijgen wij zo'n ID-lampje boven ons hoofd. In het goud. En zoals je kunt zien, hij geeft ook echt licht. Best wel cool. Oké, we kiezen weer een huis. Zoals bijvoorbeeld de boomhut. Maar wat als ik je vertel dat er een plek is waar je een huis kan kiezen en waar je er automatisch een tweede huis bij krijgt. Welk huis je ook kiest. Kijk, dit is gewoon een normale plek in Brookhaven. Ik kies een huis en ik krijg hem. Niet meer dan dat. Ik bedoel, het is de boomhut. Die is best wel cool. Maar als ik dan naar boven ga en ik ga naar buiten, geen tweede huis. Maar als ik hier weer wegga en ik ga naar een speciaal plot, namelijk de boerderij. Moet je opletten. Veel mensen lijken dit nog niet te weten. Maar als ik dan hier exact dezelfde boomhut kies, dan hebben we daar de boomhut en daar een tweede huis. Eigenlijk een mini boomhut. Ik zal het laten zien. We klimmen hier naar boven zoals we net ook deden. En dan hebben we de boomhut. Huis nummer 1. Als we naar buiten gaan, hebben we daar, en ik ga er naartoe op de fiets, huis nummer 2. En ja, het is serieus echt een tweede huisje. Het is niet groot of zo. Maar je krijgt hem er gewoon gratis bij. Dat is toch super? Alleen als je dan je boomhut of andere huis wegdoet, dan is het kleine huisje ook weg. Nog een interessant huis met een geheim is het huis naast de boomhut. Deze mega villa. Helaas is die wel premium. Maar veel mensen denken dat er een foutje is gemaakt in dit huis. Als we namelijk helemaal naar boven lopen, aan deze kant in een soort van kamer met de kluis. Maar is dat niet raar dat de kluis niet verstopt zit? Normaal zit hij in de kast. En moet je opletten wat er gebeurt als we in de kast kijken. Er is hier een geheime tweede plekje gemaakt. En heel veel mensen denken dat hier eigenlijk de kluis had moeten worden neergezet door de maker. Maar dat hij een per ongeluk hier gewoon niet heeft verstopt. Want waarom zou deze kast anders gewoon een tweede mini-kast ernaast hebben, waar het dus perfect is? Ik kan er bijna niet langs. Maar wat het dus echt perfect maakt om de kluis neer te zetten. Ik bedoel, kijk, let op. Dat is toch een veel betere plek. Als je binnenloopt, zie je deze kluis gelijk. Maar de andere, daar moet je echt al een beetje voor draaien. Maar stel voor, je wil echt ruimte voor jezelf. Een plek waar andere spelers niet kunnen binnendringen. Wat je dan kan doen, is naar plot 37 gaan. Op dit eiland. En welk huis je dan kiest, dat is het hotel. Ja, maar Job, in een hotel slapen toch ook andere mensen? Normaal wel. Alleen dit is zo afgelegen. Brookhaven is helemaal daar. En er zijn dus niet veel mensen die hier kunnen komen. Hey Job, kijk! Ik heb een jetski gevonden! Oké, misschien kan ik maar beter snel het hotel ingaan. Maar wat ik zo gaaf vind aan het hotel is als we hier de hoek omlopen in de eetzaal en we springen de balie over hier naar boven toe, dan kunnen wij naar binnen. En dan hebben we hier twee verdiepingen, als het goed is, ja, perfect, aan geheime ruimte. Maar het allermooiste van het hotel vind ik waarschijnlijk de lift. Als je daarmee naar boven gaat en gelijk naar beneden en je loopt hier naar de hoek, dan heb je daar... Ik weet de code niet meer! Wat is het nou? Bob, dat is niet jouw kluis toch? Bemoei je er niet mee? Ah, Bob, kom op. Abonneer voor meer en adios.